Welkom bij het filmpje van Total Care. Ik wil u allereerst uitleggen wat apneu is en waarom u een hulpmiddel heeft ontvangen van Total Care. Apneu is stoppen met ademhalen tijdens de slaap. De A staat voor geen en pneu staat voor stoppen met ademhalen. Dus apneu is stoppen met ademhalen en langer dan 10 seconden. Heeft u een ademstop van 6 seconden of 8 seconden, dat wordt niet meegenomen door de arts. Dus op die slaaptest die u heeft gehad, heeft u te horen gekregen hoeveel ademstops u heeft gehad. Dat noemen we de AHI. En dat is altijd per uur. Dus 6 of 7 of 8 seconden wordt niet meegenomen. Is het langer dan 10 seconden, dan wordt er geteld dat u een apneu, een ademstop heeft gehad. Dus heeft u van de arts te horen gekregen dat u bijvoorbeeld 15 ademstops heeft gehad, dan noemen ze dat en heeft een AI van 15 per uur. Die AHI is opgebouwd uit verschillende apneus. Je hebt obstructieve apneu, hypopneu en centrale apneu. Ik zal u proberen uit te leggen wat dat inhoudt. Obstructief wil zeggen echt dichtvallen van de bovenste luchtweg. Dus achter de tong, de weken delen, die vallen echt dicht. Langer dan 10 seconden, zodat u niet adem kunt halen. Dus er is echt een obstructie. Daarom noemen ze het obstructief apneu. Wat doet het apparaat? Het apparaat wat u gaat krijgen, dat blaast lucht naar binnen om die luchtweg goed open te krijgen. Dus door die luchtdruk krijgt u naar binnen en door die luchtdruk gaat de luchtweg open, zodat u goed kunt in- en uitademen. En dat het ook natuurlijk heel erg belangrijk is dat die saturatie, het zuurstofgedeelte in uw bloed, dat dat op peil blijft. Dus het is heel erg belangrijk voor uw hart, voor uw longen, voor uw hersenen, zodat de luchtweg tijdens de slaap open blijft zoals het hoort. Dat was de obstructieve apneu. Dan heb je ook hypopneu. En hypopneu is een vernauwing van de luchtweg. Dus dan is die nog wel een beetje open, maar niet open genoeg. Dus ook dan, door die luchtstroom, wordt de luchtweg beter open en zal de apneu dalen en het saturatie, het zuurstofgehalte in je bloed op peil blijven. Dan hebben we centraal apneu. En centraal apneu wil zeggen dat de luchtweg, dus achter de tong en die weken delen, is de luchtweg open. Maar toch is er geen ademhaling. En dan is er tussen het ademhalingsstelsel, dus dat is bij de longen, en het hersengedeelte, wordt geen connectie gegeven. Dus geen seintje vanuit de hersenen naar de ademhaling. Van God ademhalen en de luchtweg is gewoon open. Maar toch is er geen ademhaling op dat moment. Dat noemen we centraal apneu. Dat komt gelukkig veel minder voor. Dus sommige mensen weten ook niet welke apneu ze hebben. Vraag dat ook gerust aan de arts. Dan kan de arts dat ook nog even goed aan u uitleggen. Dus we hebben de ademstops per uur, de AHI. We hebben verschillende categorieën. Licht apneu, matig apneu, ernstig apneu. En ernstig apneu is 30 per uur of meer. En dan denk je van, nou, dat is heftig, 30. Maar we hebben ook patiënten die 30 of 40 of 50 ademstops per uur hebben, weinig klachten hebben. En we hebben ook patiënten met apneu van 6 of 7 per uur, die heel veel klachten hebben. Dus ja, bijt niet te veel vast aan het cijfertje, want we gaan natuurlijk ook heel erg kijken naar de klachten. En die klachten zijn zeker zo belangrijk als dat getal. En iemand die bijvoorbeeld 6 ademstops heeft, maar 30 of 40 seconden stop met ademhalen, kunt u voorstellen dat hij heel veel klachten kan hebben in de nacht en overdag, als iemand die 30 keer 10 seconden stopt met ademhalen. Dus hè, we behandelen de klachten en uiteraard ook de getallen, en ook in dat gaat in overleg met uw arts uiteraard. Nou, u heeft bijvoorbeeld 15 ademstops per uur. Het doel is dat we terugdringen naar onder de 5. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel het doel. En de drukken kunnen ook op verschillende manieren worden ingesteld. Wij krijgen altijd door van de arts waar we op gaan beginnen. De eerste uitlezing, en dat wil zeggen, dan halen we de gegevens uit het apparaat.
En dan kunnen we dus zien hoeveel ademstops er nog zijn en of we de druk moeten aanpassen. Soms staat hij meteen goed ingesteld en soms moet de druk ook nog wat hoger of lager om te kijken of de ademstops nog eventueel lager kunnen krijgen. En uiteraard gaan we dat u ook allemaal uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Ik had het zojuist al over de klachten. Dat kan 's nachts zijn en overdag zijn. Wat we vaak terug horen van overdag is niet fit wakker worden. Hoofdpijn als je wakker wordt. Droge mond als je wakker wordt. Of 's nachts mensen al moeten drinken omdat de mond zo droog is. Weinig energie overdag. Hoge bloeddruk. Je kunt bijvoorbeeld ook last hebben van concentratieproblemen, geheugenverlies of vermindering van het geheugen. Dus er zijn heel veel klachten overdag die mee kunnen spelen omdat de kwaliteit van slaap 's nachts zo slecht is. Dus je kunt je voorstellen als je 30 ademstops hebt gehad, dus je slaapt dus 30 keer per uur verstoord, dat u daar overdag last van gaat krijgen. En als dat weken, maanden en soms jaren duurt, dan krijg je overdag ook steeds meer klachten. In sommige gevallen ben je er heel snel bij en zijn de klachten matig. Maar soms ben je ook al even die kwaliteit van slaap al zo lang hebt en de klachten zijn toegenomen en vrij laat bij de arts bent gekomen. Dus ook dat speelt heel erg mee met het behandelen van de slaapapneu. Sommige mensen hebben al na een aantal weken van ja, ik word helderder wakker, ik heb geen hoofdpijn meer, ik merk dat ik minder draai, minder woel 's nachts, ik slaap beter door, ik ga minder naar de toilet 's nachts. Maar dat kan ook een paar maanden duren. Je lichaam moet echt resetten, dat kan echt 2-3 maanden duren voordat je iets merkt. En dat is heel erg verschillend. Dus ook ben niet teleurgesteld als dat niet binnen een week al een verschil is of na een maand. Soms is dat al na 2-3 weken wat ik zei, maar in sommige gevallen duurt het langer. En ja, dat weten we helaas niet hoe dat in uw geval is. Dus hou moed, hou vol en u zult echt op langere termijn merken dat die klachten minder gaan worden. Wat heel erg belangrijk is als u gaat starten met het slaapapparaat en die heeft bijvoorbeeld de eerste nacht en de tweede nacht maar 2 uur met het apparaat geslapen, ben dan ook niet teleurgesteld, want het is best wel lastig. Sommige mensen wennen heel snel en sommigen hebben daar de tijd voor nodig. Neem dan ook die tijd en bouw het rustig op. 2 uur, de volgende dag misschien 2,5 uur, dan 3 uur. Helemaal niet erg. Doe het op uw eigen tempo. Maar doe het elke nacht. Dat is zo belangrijk voor de gewenning. Dus ook al zijn die uren niet zo heel erg lang, maar zet hem elke nacht op, zodat je merkt dat het steeds makkelijker gaat op uw eigen tempo. En natuurlijk is het de bedoeling dat we de hele nacht het masker op gaan houden na verloop van tijd. En voor de ene is dat 6 uur en voor de andere is dat 8 uur. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen biologische klok en slaapuren nodig.